uit, toch? Ja. Oh, dus de lijm een beetje gelekt. Ik ben flink aan het knippen en plakken deze ochtend, want ik ga zo meteen naar FC Utrecht. Daar heb ik een interview met de algemeen directeur en hij leidt mij ook even rond in het stadion. Want ik ga even op jacht. Ik ga op jacht om te kijken, want de club doet het natuurlijk hartstikke goed. Alleen kan nog wel wat goals scoren als het gaat om financiën. En ik ben wel eens even benieuwd wat daar nou voor onnodige energie bijvoorbeeld wegvliegt daar binnen. En ze zeggen dat ze midden in de maatschappij staan. Hè, dus dat ze alle global goals eigenlijk naleven. Dus ik ga daar eens even een check op houden. Ik hou jullie op de hoogte. Ik heb tegenwoordig een heel mooi systeem om achter de camera vast te leggen. En ik moet even kijken of dat mag, of die het goed vindt. Het is voor een documentaire voor RTV Utrecht. Dus dan heb je ook een primeur. 6 december wordt het uitgezonden. Dus ik werd geproduceerd voor de elektronica. Ik ben gek op kerstliedjes, hè? Oh, is dit geen kerstliedje? Of is het wel kerst? Ja, het is wel een kerstliedje. Introductieshot van je maken. Dit is Ben. Oh ja, maar dan hoef ik niks te zeggen. Hoef je niks te zeggen? Kijk even de camera heen. Ja, ik ben. Hier gaan we zo naar binnen. Ga je Frans even aaien? Ik ga Frans even aaien. Ik ga Frans even zeggen dat we even komen checken hoe die scoort met deze doel. Hey Frans, ik doe het uit hoor. Ik weet niet waar we hier niet daar naartoe gaan. Moet maar even zo kijken. Tribune op misschien? Gwen, tribune op straks? Ja, tribune. En merchandise. En dan nog want jullie hebben hele goede chocoladeletters. Die ja. Op HTC, weet ik veel, gecertificeerd zijn. Dus dat is weer een score. Oh, dat weet jij. Ja, jongen. We hebben research gedaan. Goed. Heb je er toevallig wel een liggen of niet? Ja, ik in de fanshop. Ja, kijk, dat is natuurlijk een mooie. Een douchekop-achtig iets wou ik even zien, als dat kan. Even boven de locatie. Ik ervoor gezorgd dat. Waar gaan we naartoe, Thijs? We gaan eens even naar de tribune. Even kijken. Yes. Oké, okay. Thijs, is dit mooi of is dit mooi? Ja, prachtig, hè? Wauw, maar dit moet je toch keer op keer weer verrassen, of niet? Zo? Jazeker. En s'avonds gaat ook nog de zon daaronder, dus die zie je zo al lang achter het stadion uitzakken. Dus Thijs, mag ik even een stoeltje uitproberen? Natuurlijk, ja, ga lekker zitten. Ja. Uitzicht vind ik lekker, maar het stoeltje een beetje koud aan de billen hoor. Ja. Hè? Ja, zeker. Want hoe gaan jullie daarmee om met die stoeltjes en met die kou? En... Nou, dat is wel een lastig punt, want uiteindelijk, weet je, maar even heel veel mensen zitten natuurlijk hier vol met passie te kijken naar het veld. Dus die zijn daardoor al wel verwarmd. Er zijn ook nog wel eens mensen die heel graag staan. Ja. Dus dan heb je ook, voel je wat minder dan die stoort. En wat zo is, is dat wij ons richten op ouderen, op jeugd. En dat we eigenlijk allemaal activiteiten hebben. Afgelopen jaar 180 activiteiten in de buurt. Dat is het liedje Rode de Hoed. Maar Haagse Hardy, dat was toch een stripfiguur? Of is dat een stripfiguur, ja. Of ja. Rood. Ja. Ja. Beetje Joop Klep zijn ja. Ja, 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 ja. Maar de maker. De... Nee, nou, Thijs wist het helemaal niet, maar FC Utrecht die scoort gewoon ontzettend goed als het gaat om die global goals. Meer dan de helft, nou ik denk wel 75%, is sowieso al aangevinkt dat ze dat al goed doen. Er zijn natuurlijk verbeterpunten, maar ja, wie heeft dat niet? Dus hartstikke leuk. Goed, kersttrui hebben jullie gewoon thuis. Hij is gaaf. Ja, en heb je die ook zelf? Ja, serieus. Ik heb nu 2 voor mijn vrouw en voor mij en een kersttrui en mijn kinderen ook. Zo'n trui, die ik daar zie. Ja, die je daar ziet. Maar wanneer doe je die dan aan? Nou, gewoon met kerst. Dit is toch geweldig? Trots op je clubpie. Ja, en geeft die ook licht?
Nee, zitten er licht, geen lampjes in? Nee, hij geeft licht door de mensen die erin zitten. Juist, zo juist. Ja, dat is prachtig. Echte natuurenergie. Dat wil je nog niet. Ga jij ook zo'n trui kopen? Ja, voor mijn vriend. Voor je vriend? Ja, voor zijn verjaardag. Ga ik een adventkalender maken en daar komt deze in. Een adventkalender? Ja. Met allemaal... Er komen 30 Utrecht cadeaus in. 30 Utrecht cadeaus? Ja. En wat voor cadeaus dan nog meer? Van alles. Kerstballen, petten, sjaals, mutsen, wat vlaggen. Leuk. Je bent wel echt gek op hem. Ja. En op FC Utrecht. En op FC Utrecht, zeker. Hé, hey, fijne feestdagen. Hetzelfde. Oeh, Thijs. Wat is dit? Dat is een verwarming. Ja. Maar er zit niks achter. En er zit niks onder. Dat is jammer, hè? Ja, want dat is jammer. Waarom? Hier laat je dus gewoon geld lopen en energie. Ja, dat is mijn puntje eraf. Oh, oh shit. Dit is weer een puntje eraf. Een tegendoelpunt, ja. Wat moeten we daarmee doen dan? Ja, ik kom er zo even op terug. Okay. Ja, laten we eerst even doorlopen, maar dit is even een tegendoelpunt. Ja. Grastas, niet voor niks, want je hebt ontzettend goed gescoord. Je hebt wel 10 van de 17 blokken goals. Hebben jullie gewoon ingekocht? Ja, dus dat is lekker. Maar er waren ook nog wat verbeterpunten. Maar ga jij met mij tools ook oplossen? Die verwarming die je nog had, ja, die verliest heel veel warmte naar de buitenmuur. Want die is koud, daar moet ik niet naartoe, want er zat geen folie achter. Dus isolatiefolie, dan straal je de warmte waar die wezen moet. En dit doe je er gewoon achter? Plak je erachter. Thijs, volgende. Dit zijn ventilatoren, die plak je onder je verwarming, waardoor de luchtstroom van die verwarming, de verwarmde lucht, veel beter de ruimte inblaast. Oh, geweldig. 30% meer opbrengst van je verwarming. Als je dit alleen onder je verwarming doet? Je kan ze onder elke verwarming plakken. Dus het kost een paar tientjes, maar een hele hoop winst. We gingen ook naar de badkamers. En we zagen daar de douchekoppen. En die mannen moeten natuurlijk lekker douchen. Probeer deze maar eens uit. Het bespaart 50% water en dus kosten voor FC Utrecht. En als het goed is, is het net zo lekker, want in de duurdere hotels hangen ze ook allemaal. De druk zit er goed op bij die dingen. De druk zit er goed op. Hartstikke mooi. Nou, en die shirtjes van die mannen, die moeten natuurlijk ook gewassen worden en gedroogd worden. Ken jij de wasdroge ballen? Nee, nog nooit gezien. Dankjewel. En ik ga naar de chocola. Ja, dat begrijp ik. Jij maar gaat die ik chocola. Ik ben ook van het delen. Wil je ook een stukje? Ja, ik wil wel een stukje chocola. Waar ga ik dit allemaal laten? Hier Thijs, delen. Ja, delen. Oh ja, hier. Wacht. Aan het eind van zo'n wedstrijd. Gefloten worden. Ja, fluit maar.